In deze video laten we je zien hoe je een Farm 21 veldsensor moet installeren. Het begint bij het kiezen van een locatie voor de sensoren in het veld. Je kennis van het perceel, databronnen zoals bodemscans of opbrengstmetingen en het advies van je tiltadviseur kunnen je hierbij helpen. Als de plekken bepaald zijn, ga dan naar de eerste locatie en scan daar vervolgens met je telefoon de QR-code op de sensor. Volg de link en log in met je Farm 21 account. Vul alle gegevens in. Het gaat om naam, grondsoort en gewastype. Ken de sensor toe aan een groep. Zo zet je sensoren die bij elkaar horen, zoals bijvoorbeeld die samen in één perceel staan, bij elkaar voor een goed overzicht. Wanneer de sensor is geactiveerd, kan hij in de grond geplaatst worden. Maak hiervoor met een meegeleverde slagpen een gleuf in de grond. Beweeg de slagpen zo min mogelijk heen en weer om te voorkomen dat het gat te breed wordt. Plaats vervolgens de batterij in de sensor. De sensor zal nu verbinding gaan maken. Sluit de dop weer goed af. Druk als laatste stap de sensor in de grond. Doe dit met beleid. Op de sensor staat een dieptemarkering tot hoever deze de grond in moet. Om te zorgen dat de sensor makkelijk terug te vinden is, raden we aan om er een duidelijke markering naast te zetten. De aansluiting van de sensor met de grond zal de eerste paar dagen beter worden. Regen of beregening kan het proces versnellen. De sensor is nu succesvol geïnstalleerd. De eerste metingen zullen enkele uren later in het platform zichtbaar zijn. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw tiltadviseur of ga naar www.farm21.tech.